ontzaglijk van zullen genieten. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn, want we zitten hier op de openbare straat en niet in een winkel. Nee. Maar ze horen u allemaal en ik heb nog geen boel gehoord wat over ons wel mag, maar dat overkomt u zelf, burgemeester. Dus ik ga gewoon naar de tweede vraag. En die is, wat heeft u er eigenlijk zelf aan gedaan? Ik had u gewaarschuwd dat we op de openbare straat zitten. En dat hebt u niet helemaal begrepen, die waarschuwing, want deze vraag is een poging tot uitlokking. En uitlokken is op de openbare straat verboden. Maar als u mij nou vraagt wat ik eraan gedaan heb, dan zeg ik, mijn grootste verdienste is ongetwijfeld dat ik vanochtend het fotoboek in ontvangst heb genomen van dit winkelcentrum. En daarnaast is het zo dat in het bestuur van de gemeente vele uren zijn beraadslaagd over de voorbereiding en dat de gemeente een slordige 5 à 6 miljoen heeft besteed aan de omgeving, aan de bijkomende werken, aan de toerusting. En de verdienste daarvoor is niet bij mij, maar bij de wethouders die dat in de raad hebben weten te verdedigen. U heeft het mooi van u afgeschoven, maar ik heb vandaag en de vorige keren toen ik hier was al 10